We zijn weer terug met de Liverpool Career Mode. En zoals je waarschijnlijk hebt gezien aan de lengte van de video, is hij een stuk langer dan de vorige video's. Want ja, ik vroeg in mijn vorige video, wil ik nou langere video's of niet? En jullie zeiden eigenlijk allemaal wel van ja, we willen langere video's zien. Dus dat gaan we ook doen. We gaan sowieso al deze vier wedstrijden hier simuleren of spelen. En ook deze maand gaan we waarschijnlijk al een stukje verder doorhalen. Want jij moet dus natuurlijk beseffen dat 24 september al de laatste aflevering is. En dat lijkt heel dichtbij, maar dat is ook best wel veel afleveringen. Dus we hebben ook wel veel dagen, zeg maar, om de carrière goed af te sluiten. Maar ja, weet je, de FIFA 19 carrière komt gewoon heel dichtbij. Dus we kunnen wel een beetje verder doorgaan en een beetje de afleveringen langer doen de komende weken. En weten we meteen hoe het is op FIFA 19. Zijn we warm, zijn we ingespeeld, dan kunnen we daar meteen gaan knallen met een aantal leuke competities en een aantal leuke carrières. Ja, ik ben helemaal niet welke teams jullie precies willen. Dat is eigenlijk de vraag van deze video. Zet in de comments hieronder welke teams jullie graag willen zien op FIFA 19 carrière. Eén is pas echt zeker en dat is Fulham. Daarmee ga ik een carrière doen. Maar het kan ook een topclub zijn in de Eredivisie of in de Super League. Nee, in de Premier League of weet ik veel waar. Zet het vooral in de comments en dan ja, kunnen we daar ook nog een beetje over discussiëren. Maar nu hebben we een makkelijke wedstrijd. Thuis tegen Burnley. Dan mogen we eventjes wel lekker 3 punten gaan halen. We hebben wel hier op de bank nog altijd Firmino en Keita zitten. Dat is natuurlijk hartstikke irritant. Dat zijn twee van de betere spelers. Achterin kunnen we in principe wel eventjes gaan voor Matip. Want ik geloof dat de ligging een beetje uit vorm is. En Matip hebben we nog altijd gewoon hier zitten. Dus ja, dan laten we hem ook spelen. Pavard, die gaat er ook uit. Dan eventjes voor Alexander-Arnold. En dan gaan we zo spelen tegen Burnley. En daarna moeten we geloof ik in de beker tegen Huddersfield. Het moet allemaal gelukken. Dat moet allemaal goed gaan komen. En dat zullen in principe ja, 6 punten. Oftewel 2 overwinningen achter elkaar moeten worden. Dan staan we dadelijk op 5 wedstrijden. 10 punten. 1 nederlaag. En 1 gelijkspel. Dat kan wel, maar ik verwacht hier wel echt een monster score. Ik verwacht een enorm grote overwinning. En dat moet in principe ook wel. We beginnen met, oh mijn god. Oh, 1-1. Oké, prima. Ik dacht even, komen we dan meteen op 1-0 achterstand. Dat was ook zo, maar gelukkig weten we snel recht te trekken door Sadio Mane. Maar kunnen we die overwinning binnenslepen? 2-1, komt hij snel of niet? Salah met de 2-1, dat is mooi. 3-1 zou nog even mooi zijn voor het doelsaldo. Kom op jongens. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Nee, het gaat niet worden. Ik denk dat het 2-1 blijft. Stel het tot 2-2, dan word ik echt enorm boos. Want dan verspelen we weer 2 punten. Het wordt 2-1. Niet goed, maar ook niet slecht. We pakken 3 punten, we winnen. Ik zie wel dat United ook heeft gewonnen. Ik geloof dat City ook had gewonnen. Staan we in de top 5? Ja, denk ik. Oh, dat zien we nu nog niet. Ik denk het wel, maar dat zullen we dadelijk dan wel zien. Trent Alexander-Arnold is weer een rating omhoog. 77 rated. Ja, dat is goed. Dat is zelfs heel goed, want die gaat heel snel omhoog. Die gaat denk ik Pavard weer inhalen op de rechtsbackpositie. En dan ga ik Trent zelf wel laten spelen. Huddersfield in de Carabao League Cup. Dat boeit me niet heel erg veel. Dat is een uitwedstrijd. Ik ga met dezelfde 11 spelen als ik de vorige wedstrijd ook speelde. En we gaan gewoon meteen die wedstrijd starten. Het boeit me oprecht niet of ik deze win of niet. Want die League Cup. Het zijn in principe alleen maar extra wedstrijden die je moet spelen. Waarvoor je eigenlijk helemaal niks terugkrijgt. Ja, we beginnen weer al slecht. Het is niet echt een goede vorm waar we in zitten. Nou, Alexander-Arnold zit dan wel in een goede vorm. Die maakt gelukkig ook dan de 1-1. Hopelijk kunnen we wel gewoon doorgaan naar de volgende ronde. Het boeit me nog wel eens niet veel. Maar het winnen van een cup is toch altijd wel leuk of zo. Mane met de 2-1 kunnen we dat vasthouden. Misschien prikt Salah daar weer nog eentje. Ja, dit is wel klaar. Het is afgelopen. Huddersfield kan niks ervan in het echt. Kunnen ze er wat van op FIFA? Ik denk het niet. 5, 4, 3, 2, 1. En het is klaar. We zijn door naar de 4e ronde. Wat geloof ik de kwartfinale is van de Carabao League Cup. En we staan op de 4e plaats met 3 punten achterstand op Manchester United. En Leicester City, die staan met 2 punten onder ons. Of maar 2 plekken onder ons. 1 punt onder ons. En dan moeten we nu tegen spelen. Iets waar ik nou echt hoop als we FIFA 19 veranderen, is dat je niet altijd die aanbiedingen krijgt om bondscoach te worden. Want ja, het boeit ons letterlijk helemaal niks. We willen geen bondscoach worden. En ook 2 wedstrijden zijn verplaatst. Dat is dus het irritante van die Carabao League Cup. Nu hebben we weer 2 wedstrijden die dichter op elkaar staan. Met de Champions League ook nog eens erbij. De FA Cup die dadelijk ook nog erbij komt. Dan zullen we hier zien dat, ja, zie je, we hebben gewoon minder tijd tussen die wedstrijden. Gewoon altijd maar 3 dagen. Ja, hier hebben we dan wel 2 weken rust. Oké, prima. Het gaat wel lukken, maar nog altijd. Het is niet heel ideaal om minimaal 6 wedstrijden per maand te spelen. Leicester City uit. Ik ga nog even kijken naar de opstelling. Ik wil eigenlijk Trent Alexander-Arnold de kans blijven geven boven Pavard, omdat dit gewoon goed doet. Daarnaast hebben we natuurlijk nog hier Robertson Stadion, hoef ik ook niet erin. Ik ga de licht weer de kans geven boven Matip en dan gaan we denk ik gewoon zo spelen. Ja, zodra Firmino weg is, is ons team al compleet. Of terug is ons team al compleet. Maar nu is het gewoon eventjes voorin ietsje minder met Pulisic, ook wel redelijk is natuurlijk. Een overwinning uit bij Leicester zou echt helemaal mooi zijn. We beginnen met een blessure van Virgil van Dijk. Beter kan het niet. Een van onze beste spelers die dus geblesseerd raakt. De beste verdediger.
En de eerste helft eindigt in 0-0. Oh, 1-0 van Lallana. Mooi. We zijn goed begonnen. Of we zijn goed begonnen. We zijn goed de rust ingegaan. We moeten er wel kunnen vasthouden. De laatste 20 minuten halen bij 3 punten weg bij Leicester City. Dat zou helemaal geweldig zijn. Geen gelijkspel alsjeblieft niet. Nice. Oké, mooi. Daar winnen we. Dat is een belangrijke overwinning. Want Leicester stond best wel hoog. En nu zijn we bij die top 3 binnen geklommen. Dat hoop ik. Dat gaan we later pas zien. Maar we hebben nu eerst de Champions League een thuiswedstrijd. Tegen Dortmund, de oude club van Pulisic. Svilar is weer een rating omhoog. Gaat heel snel met hem. En misschien binnen een paar jaar is hij al de eerste keeper. Oh, speler geblesseerd. Wie nu weer? Oh, please. Laat Van Dijk niet lang geblesseerd zijn. Laat Van Dijk niet lang geblesseerd zijn. 3 dagen. Oké, chill. Hij is weer terug. Persconferentie boeit dus niet. Goed gedaan voor... Wat? Wacht. Oh, 150 miljoen shirt verkoop. Mooi. Nou, dat maakt dus heel veel uit. En dit is de persconferentie boeit dus ook niet. Uit tegen Dortmund moeten we. Nou, Matip komt erin in plaats van Van Dijk. Want die is niet helemaal fit. Dus die wil ik ook niet erin zetten. Dat raakt hij sowieso weer geblesseerd. Kijk, en een paar mensen zeiden in de volgende video van... Yo, je kan ook echt wel wat spelen eigenlijk op Timo. Gewoon een belangrijke wedstrijd. Zoals alleen de Champions League of zo. Nou, ik ga het in deze carrière gewoon niet doen. Want ik vind dat als ik zelf ga spelen... In dit geval dat het dan een beetje het onrealistischer maakt. Aangezien ik wedstrijden die ik speel meestal altijd wel win. Dat ligt natuurlijk aan niveau. Speel ik op Ultimate, dan is dat natuurlijk anders. Maar speel ik op Wereldklasse, dan win ik iedere wedstrijd. Dat is logisch. Dat heeft iedereen wel die een beetje FIFA kan. Maar ik wil gewoon niet gaan spelen. Ik wil deze carrière alles gaan simuleren. Op FIFA 19 nogmaals komen er wel gewoon carrière modes waar ik ook wedstrijden in speel. En een 1-1 tegen Dortmund uit zou ideaal zijn. Maar deze carrière mode is helaas dus alleen maar simulatie. Want ik wil er snel doorheen gaan. En als ik hem... Oh, we winnen we! Nee, het is Royce, Marco Royce. We wonnen bijna uit bij Dortmund, jongens. Maar ja, een puntje is daar mooi. Als we thuis 3 punten pakken tegen Dortmund, thuis en uit tegen die 6 punten pakken, dan komen we door als tweede plaats. Dus dat is gewoon prima. Ik was zo aan het kijken naar de ranglijst en het viel me niet heel veel op. Ik keek naar de top 5 net en er stond dan Chelsea op 5 en de rest vrij normaal eigenlijk. En toen kwam ik opeens van, hé, maar waar staat Tottenham eigenlijk? En Tottenham staat gewoon op een 15e plek. En kijk ook Everton en Watford, 19 en 18. Dat is best wel opvallend. En ja, wij doen het prima voor nu 4e plaats. We moeten nu spelen tegen, geloof ik... Wow, ik weet het even niet. Tegen wie we moeten spelen. Uit tegen Newcastle United, dat moet een overwinning worden. Virgil van Dijk is geloof ik een rating omhoog gegaan, of niet? Nou, maar niet uit. Die komt er in ieder geval voor in. Staat er in de basis. En daarmee gaan wij proberen 3 punten weg te halen bij Newcastle. En daarmee weer hoger te komen op de ranglijst. En als we dit winnen, ja, dan blijven we 3e. Ja, helaas wel. 2 keer de kaart in het eerste half uur. Voor de rest helemaal niks gebeurd. Dan komen we 1-0 achterstand door Perez. En daar blijft het ook bij. Kunnen we dat nog omdraaien? Kunnen we dat nog omdraaien in de laatste 35 minuten? Nee, lijkt op een... In ieder geval geen overwinning. Oh, oh, oh. 2-1. Oh, nee. Oh, nee. We verliezen. We verliezen. Ja, we moeten wel eventjes wat beter gaan spelen, jongens. Dit is niet heel goed. Kijk, het is niet zo erg. Het is een vroeg in de competitie. We staan 6 punten achter United. Of achter City. We kunnen ook alles makkelijk rechttrekken. We hebben een beetje pech met blessures en zo. Maar... Het seizoen is nog heel vroeg. Het maakt niet heel veel uit. De eerste gescoute spelers zijn ook weer binnen. Maar we hebben niet echt goed hier tussen staan. Deze is ook niet goed genoeg. Deze ook niet. Eens kijken. Helemaal niks. Hebben we echt geen enkele topper? Geen enkele speler die enorm goed is. Nou ja, dan... Ja, weet je. Ik ga eigenlijk helemaal de beste van de beste eruit pikken. Want anders gaan ze toch nog bij mij in de basis komen. Ja, 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 ja. Jongens, het is zover. Roberto Firmino is terug in de selectie. Dat vind ik chill om te zien. En dat betekent in ieder geval dat we weer een echte spits hebben. Dat Salah weer op rechts buiten kan. En dat we in principe er veel beter voor staan. Voor de wedstrijd tegen Manchester United. En ik geloof dat deze thuis is. En dan moeten we winnen. Want als we die winnen, dan komen we weer op 1 punt afstand met United. Kijk, we spelen nog eens thuis. Ik heb er vertrouwen in. We gaan het doen. We gaan Salah op rechts buiten zetten. We gaan Firmino weer in de spits zetten. Die 86 rated ondertussen. We gaan Solanke weghalen daar. En we gaan aan het middenveld. Gaan we lekker aanvallend spelen deze wedstrijd. We gaan Oxlade-Chamberlain daar zetten. En ik ga denk ik voor Milinkovic op de CD. Oh nee, die kan helemaal niet daar. Lallana wel. Of Lallana ook niet. Lallana ook niet. Dan gaan we het weer anders zetten. Want dan gaan we gewoon in een andere 4-3 spelen. 4-3 op lijn. Dan ga ik Milinkovic als de... Nee, dan ga ik het zo zetten. En dan gaan we zo proberen die wedstrijd te winnen. Oké, jongens, dan gaan we dan thuis tegen Manchester United. Ik ga uit van de volledige 3 punten. Zou mooi zijn. Roberto Firmino start weer voor de eerste keer sinds lange tijd in de basis. En ik ga hopen dat hij meteen het verschil kan gaan maken. Een belangrijke wedstrijd. Als we deze winnen, komen we wel dichter bij United. Komen we misschien ook wel wat dichter bij City. En we komen op 1-0 voorsprong. Maar Lukaku stopt het feestje na 5 minuten al. En Herrera zorgt ervoor dat we eigenlijk weer in een
rouwfase komen zitten. Grimaldo maakt het 2-2 en dan kunnen we misschien nog een 3-2 overwinning eruit halen. In de laatste 10 minuten kunnen we nog een doelpuntje maken. Mane, Salah, iemand scoort. 2-2 moet ik eigenlijk wel als een genoegen voor nemen. United blijft een van de betere clubs. Vooral op career mode hebben ze gewoon een enorm goed team met heel veel hooggraderde spelers. Dus ja, ik denk niet dat het heel erg is dat we daar 1-1 of 2-2 tegen spelen. Het is redelijk en onze selectie wordt alleen maar beter hoe verder het seizoen zich vordert. Dus uit moeten we gewoon proberen te winnen. Alexander Arnold laat alvast zien dat hij steeds beter wordt met een upgrade bij zijn training. Een belangrijke wedstrijd nu, thuis tegen Nice. Als we deze winnen staan we op 4 punten en dan komen we sowieso boven Nice en waarschijnlijk ook boven Dortmund of gelijk met Barcelona. Dat betekent dat als we dit winnen we gewoon weer op Champions League koers zitten en dat is gewoon best wel belangrijk. Henderson speelt er in de basis, had een rode kaart en schorsing, maar die mag gewoon maar meespelen. De rest ziet de conditie er best wel prima uit en gaat Matip ook gewoon in de basis starten in plaats van De Ligt. En dan hoop ik hier gewoon een makkelijke overwinning uit te halen en niet 1-1 zoals Barcelona en Dortmund beide gelijk. Oh mijn god. Oh mijn god, oké, Mane maakt 1-1. En nu moeten we zorgen dat we nog eventjes nog een keer scoren en niet dat het 1-1 blijft. Ondertussen probeer ik rechtsonder een beeld ook de score in de gaten te houden van de andere club. Ik zie dat Barcelona voorstaat tegen Dortmund en wij ondertussen met 2-1 voorstaan tegen Nice. Als Barcelona daar wint, en wij hebben in ieder geval wel gewonnen, dan zou dat betekenen dat wij op een tweede plaats staan. Wat in principe wel het beste scenario voor ons is. Ook voor doelsaldo is het prima dat wij met 3-1 winnen. 4-1 winnen zelfs, Mane met een hattrick. En Barcelona met 2-0, wat dat betekent dat het doelsaldo van Dortmund alleen maar lager wordt. En daar kunnen we later misschien nog wel een paar kleine problemen mee krijgen met Dortmund. We moeten staan op een tweede plaats van de 3 wedstrijden, dat is mooi. En we kunnen nu rustig doorgaan, maar ook in de competitie weer wat hoger te komen. Ja, ons schema wordt er niet minder zwaar op, want we spelen in de volgende wedstrijd tegen Tottenham. Ja, dat is niet fijn. We hebben net al gezien dat Tottenham geen goede vorm heeft. Dat Tottenham geloof ik op een 15e plaats stond eerst. Laten we eens kijken hoeveel ze nu staan. Tottenham staat op een 12e plaats. Ze heeft pas 2 wedstrijden gewonnen in totaal. En zou dus echt absoluut niet tegen ons moeten winnen. Al spelen wij uit. Het zou gewoon niet mogen. We gaan met dezelfde 11 als tegen Nice waar we 4-1 wonnen. Ook proberen tegen Tottenham 3 punten mee naar huis te nemen. De club uit Londen speelt met een prima basis. Staan meteen met 1-0 voor. Harry Kane speelt niet mee. Eriksen speelt niet mee. Sterling zit op de bank. Ik weet niet waarom Sterling bij Tottenham speelt. Vertonghen speelt niet mee. Dus op zich zouden we die basis kunnen pakken. Ik zie Dyer, Wanyama, Lamela. Allemaal matige spelers. En Firmino maakt zijn doelpunt weer. Eindelijk na zijn lange blessure. Firmino steelt de show met 2 doelpunten. Winnen we uit bij Tottenham. Gaat dat gebeuren? Laatste 5 minuten. Kom op jongens. Yes. Dit is lekker. City speelt gelijk. Zie ik staan. Hadden we nog bijna verloren ook. Dat is, ja, dit is enorm mooi. Dit is echt heel chill. Betekent dat we dichter bij City komen, dat wij zelf voor winnen. Dit is precies wat we wilden. En nu komen we naar een wedstrijd die ons vrij weinig boeit. De wedstrijd tegen Wigan Athletic. En daar ga ik dus ook met een tweede team tegen optreden. Want ja, de Carabao Cup, het maakt niet uit. Dit is het team waarmee ik ga spelen. Deels tweede team, deels eerste team. Ik vind het helemaal prima, het maakt me niet heel veel uit. Ik ga ook niet heel veel aandacht besteden aan het tweede team. Nogmaals, omdat tot deze career nog maar een paar, maximaal 2 seizoenen gaat duren. Vind ik dat ook niet heel erg belangrijk. En Wigan Athletic is gewoon een club van een championship, geloof ik. Waar we geen moeite... Oh mijn god, we staan ook hier weer meteen achter. Net zoals tegen Nice. Maar je zou er in principe geen moeite tegen moeten hebben. Ja, als we gewoon een simpelweg een overwinningje kunnen halen, is dat prima. En als we verliezen, zoals ik dat al heel vaak heb verteld, boeit het me helemaal niks. Het zijn alleen maar extra wedstrijden, extra... Oh, we gaan echt verliezen ook. We gaan echt verliezen. We hebben echt verloren tegen Wigan Athletic. En het maakt me nog helemaal niks uit ook. Dit betekent alleen maar dat we een iets rustiger schema hebben de komende weken. Ja, we komen nog een aantal hele lastige wedstrijden zoals je kan zien. We gaan nog wel een aantal wedstrijden simuleren in deze aflevering. Ik denk dat we tot Barcelona ongeveer, maar misschien Barcelona ook nog. Ja, kunnen we nog wel doen. Het gaat lekker, thuis tegen Huddersfield, we moeten even winnen. En dan staan we in ieder geval in de competitie er prima voor dit seizoen tot nu toe. 20 punten en 10 wedstrijden is dan wat we gaan halen als we deze winnen. Dus dat is decent en ik geloof dat Keita terug is van zijn blessure. Die kan in ieder geval deze wedstrijd op de bank starten. Dat is ideaal. Dan zijn we in ieder geval weer compleet. En dan kunnen we in de volgende aflevering weer gaan proberen overal 3 punten weg te gaan halen. Spelen we met de beste 11 tegen Huddersfield thuis. De laatste wedstrijd van deze aflevering. We moeten winnen en we gaan ook winnen. Ik heb er vertrouwen in. En dan staan wij met 20 punten na 10 wedstrijden op een solide derde of vierde plaats. Zouden wij wel prima zijn. Ik ga uit van een grote overwinning ook. Minimaal 3 doelpunten verschil zou ideaal zijn. 2 doelpunten kan nog altijd wel. Maar we moeten gewoon winnen. We moeten gewoon ervoor zorgen dat we niet op een 1-0 achterstand komen. Want dat gebeurt heel erg vaak.
City staat met 1-0 voor, dat is niet heel mooi om te zien. Wij staan ook met 1-0 voor, want dat is natuurlijk wel heel prettig. 2-0, Mane is on fire. Maakte laatst ook al een hat-trick. Kan hij vandaag weer vergaan? Nee, daar kan hij niet vergaan. Mane wordt zwaar geblesseerd van het veld afgehaald. En Matthijs de Ligt komt daarvoor voor hem op de plek. We winnen met 2-0. Maar het meest zorgmakende van deze wedstrijd is dat Mane zwaar geblesseerd van het veld af wordt gehaald. Onze belangrijkste en beste speler op dit moment, denk ik wel, scoorde 5 keer in de afgelopen 3 wedstrijden of zo, is voor 5 maanden geblesseerd. Voor 5 maanden. Dit meen je niet. Oh mijn god, jongens. We hebben zoveel pech. Eindelijk zijn Firmino en is die dingen ook terug. Keita ook terug. En dan zijn we 5 maanden lang. Zijn we Sadio Mane kwijt. Dat betekent dat Pulisic weer in de basis gaat komen. En dat hij wel veel gaat zullen moeten spelen. Ja, het is niet chill. Mane, onze beste aanvaller. De beste vorm op dit moment. Gaat voor de komende paar maanden daar op de reservebank staan. In de volgende video zullen we zien hoe het gaat in het vervolg van de Champions League. Die gaan we waarschijnlijk helemaal uitspelen. En dan zullen we kijken of we daar door kunnen komen. Hopelijk vond je het een leuke video. Heb je een blauw duimpje omhoog gedaan. Langere afleveringen. En zie ik jou in de volgende video weer terug. Later.